En vandaag wil ik het heel graag hebben over influencers. Meer bepaald hoe ze eigenlijk onze aankopen zouden beïnvloeden. En daarover wil ik het hebben met Anne. Dag Anne. Hallo. Jij bent jurist bij Testaankoop. Ja. Beetje over alle onderwerpen heen kom jij soms met ons je Inderdaad. Expertise delen. En vandaag gaan we het hebben over die social media. Hè. All over the place uiteraard. En op social media, ik denk aan Instagram en TikTok, zie je toch heel vaak dat influencers van alles, laat ons zeggen, aanbieden. Maar soms is het veel subtieler dan dat. Hè. Een leuke crème gebruiken of schoenen dragen van een bepaald merk. Ze hebben sinds kort toch wel de boodschap gekregen dat ze het moeten melden. Maar het blijft een heel dunne lijn natuurlijk. Hè. Wat kunnen we daar allemaal over zeggen? Eerst en vooral denk ik aan de vraag, mag je zomaar eender wat promoten op social media? Ja, dat is al een vraag waar we eerst een verschil gaan moeten maken tussen een influencer die helemaal geen reclame maakt en een influencer die dat wel doet. Want als de influencer reclame maakt, ja, dan moet hij zich houden aan alle regels over de reclame. En dat zijn er heel wat. Nu, wat is dat eigenlijk, reclame? Vanaf wanneer maakt hij eigenlijk reclame? Mm-hmm. En zoals je zegt, is niet altijd heel makkelijk, zeker niet voor de consument, om dat het verschil te onderscheiden tussen wel of geen reclame. Maar er is eigenlijk grosso modo reclame vanaf het moment dat de influencer er iets aan overhoudt. Dat kan geld zijn, maar dat kan ook iets helemaal anders zijn. Hè? Een gratis ticket voor een festival, bijvoorbeeld. Iets in natura. Een product krijgen of een product zelfs uitgeleend krijgen, kan allemaal een vorm van betaling zijn. En anderzijds is het ook zo dat het bedrijf achter dat product een zekere invloed ook moet uitoefenen op de influencer. Dus als de influencer dat product gewoon krijgt en helemaal mag zeggen wat hij wil en het bedrijf helemaal niet zegt van je moet ook dit opmerken, je moet ook dat zeggen, dan hoeft het niet per se te gaan over reclame. Dus het is inderdaad heel erg moeilijk om dat onderscheid te maken als je daarnaar kijkt. Ja. Nu, het is niet zomaar je gaat zeggen waar ben je nu over bezig, maar er is een studie geweest vorig jaar nog van de Europese Unie die in alle lidstaten ongeveer een kleine 600 influencers heeft onderzocht, waaronder ook 31 in België. En toen is gebleken dat toch wel 97% van die mensen berichten posten die wel degelijk een commerciële inhoud hebben. En dat in 80% van de gevallen dat niet op een heel duidelijke manier werd weergegeven. En in België lag dat percentage zelfs nog hoger, rond de 90%. Ja. Dus er is wel degelijk een probleem. We zijn niet tegen influencers, we zijn niet tegen reclame, maar het moet wel duidelijk zijn voor de consument dat het daarom gaat. Ja, want ik krijg een nieuwe lippenstift toegestuurd van een leuk merk. En ik vind dat echt een leuke lippenstift en die geven mij dat cadeau. En ik gebruik dat en ik zeg op Instagram, oh kijk, het was echt een toffe lippenstift. Ja, ben ik dan voor dat bedrijf reclame aan het maken? Als dat bedrijf jou helemaal niet gezegd heeft dat eigenlijk je dat moest doen. Nee. En ook geen orders heeft gegeven. Zo gaat het heel vaak wel, hè, Anne? Het vaak. Maar het gaat ook heel vaak anders. En we bevinden ons op een dunne lijn. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Als het is van gebruik mijn kortingscode. Ja, dat is iets waar je kan op letten. Je kan het eigenlijk wel herkennen. Eerst en vooral moet je op zoek gaan naar, wordt er hier ergens aangegeven of het wel degelijk gaat over reclame? Als dat niet het geval is, van zodra dat er een kortingscode is, mag je er eigenlijk van uitgaan dat het dat wel degelijk reclame is. Een meeting is geweest met het moederbedrijf. Dat er toch wel, inderdaad. En dat is wel voldoende. Ja. Is er eigenlijk een product of een dienst waarvoor je geen publiciteit mag maken? Ja, er zijn producten waarvoor je geen reclame kan maken. Denk aan tabaksproducten bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is het meest klassieke voorbeeld. Mm-hmm. En er zijn ook producten waarvoor reclame aan heel veel regels moet voldoen. Denk aan alcohol, denk aan ook medische producten vaak. Of als je bitcoins wil gaan aanraden, dat is allemaal heel strikt gereglementeerd. Maar algemeen genomen mag je natuurlijk geen bedrieglijke reclame maken.
En je mag dus niet bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen toeschrijven aan een product die niet kloppen. Zeggen dat je ervan gaat vermageren of zoiets. Mm. Je mag ook niet doen alsof vandaag de dag is, want morgen gaat er geen aanbod meer zijn. Of de code zal morgen niet meer gelden, terwijl dat wel het geval is. En dergelijke zaken meer. Dus daar moet je wel allemaal rekening mee houden als influencer. Dat behoort een beetje tot de regels van de reclame. Dat dan. Behoort allemaal tot de regels van de reclame. Op onze website hebben we daar teksten over, als je daar meer informatie over zoekt. Ja. Hoe kan je nu te weten komen of er effectief een commercieel partnership is? Hè? Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja, dus zoals ik al gezegd heb, daar moet je echt op zoek naar gaan. Je moet een beetje kritisch staan eigenlijk. Dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. Je moet een beetje kritisch staan tegenover een influencer. En je moet dus eerst op zoek gaan of je niet zelf al aangeeft of het gaat om reclame. En dat moet ook onmiddellijk zichtbaar zijn, zegt de regelgeving. Hoe dat moet gebeuren, wordt niet gezegd. Dus je kan een hashtag zijn met advertising of iets dergelijks. Of sponsored enzovoort. Maar we zien ook dingen die niet zo duidelijk zijn. Bijvoorbeeld hashtag SP, en dat staat dan voor sponsoring. Is denk ik niet altijd zo duidelijk voor de consument. Ja, maar het moet dus duidelijk zichtbaar zijn en je moet het ook onmiddellijk weten. Hè? Maar daarnaast moet je natuurlijk ook een beetje kritisch gedragen ten opzichte van de influencer. Want wat belangrijk is, is waarom zijn we zo geneigd van die influencers te geloven? Dat is omdat men noemt dat het best friend effect. Mm-hmm. Dat zijn mensen die je volgt. Dat zijn mensen die je dus heel vaak te zien krijgt. Mm-hmm. En inderdaad, als je beste vriend of je zus iets aanraadt, dan ga je die eerder geloven dan iemand anders. En dat is eigenlijk ook het effect dat hier speelt. En waarop natuurlijk ook adverteerders trachten in te spelen om hun doelgroep te bereiken. Hè. Een beetje kritisch zijn. Wij zijn jonge dertigers. Maar die tieners. Ja, kinderen zijn. Kritisch en tieners, dat zie ik zo nog niet samen. Nee, dat is een grote moeilijkheid. Ja, grote daar gaat het eigenlijk. Eigenlijk is het dat wat we moeten eigenlijk benoemen. Eigenlijk is het dat wat we moeten zeggen. Je moet, jongeren zijn echt beïnvloedbaar. Ja. En er moet dus een soort bewustzijn gecreëerd worden, zeker ook bij de jeugd. Ja. Maar niet alleen, hè? Ook bij de jeugd. Ja, absoluut. Nee, we zijn er zeker allemaal ontvankelijk voor. Hè? Nee, zeker vergis, wel. Zeker dat, wel. Is, dat klopt. Maar in het begin zei je... mijn vraag is eigenlijk, hoe kan je het nu herkennen? Hoe kan je het controleren eigenlijk? Want je zegt zelf, iemand die dan voor betaalt of die in natura producten krijgt, hoe kom je dat te weten? Wel, die moet dat zeggen. Dus dat is nu precies het grote probleem. Die is verplicht om dat te melden. Ik heb een doosje dus van MAC Cosmetica gekregen. Die moet dat eigenlijk aangeven dan. Jij moet dat eigenlijk, als jij dat begint te bespreken... Ik krijg dat niet zo, nee. De influencer dan. De influencer. Die moet dat inderdaad... Die moet dat aangeven. En het gaat verder dan alleen een product echt uittesten. Hè. Het kan ook gaan over product placement, dus een hele hippe keuken, waarin je misschien iets helemaal anders vertelt, dat helemaal niks met die hippe keuken, maar je kan het merk goed zien en je kan alle producten goed. Dus het is wel... Dat is dan echt meer die product placement. Dat is product placement. Wat dat ook soms ook in films weergeven. En in series dat gebeurt. Dat zien we vaak inderdaad. Dat moet je ook weergeven. Hè. Mensen moeten dat kunnen weten. En dat is niet zo makkelijk. We hebben enkele tips op onze website om dat te herkennen. Ah, ja, okay. Maar de hoofdboodschap is dat je een beetje kritisch moet zijn, zoals ik het al heb gezegd. En dan misschien ook de vraag moet stellen, is het eigenlijk wel een goed product? Heb ik dat wel nodig? Is het aanbod niet te mooi om waar te zijn? Want dan meestal is het dat dan niet. Hè? Ja. Zoals voor zoveel dingen. Dus je moet toch wel... Dus het is eigenlijk onze bedoeling van vooral dat aan te pakken. Vind je dat er een soort van aansprakelijkheid is of zou moeten zijn als iemand zegt van ik ben niet tevreden van dat product of dat trekt op niks of dat klopt niet, dat op dat moment eigenlijk die persoon die daar echt reclame, dat is eigenlijk een korte lijn. Je kan een DM sturen, soms staat dat af bij die hele grote celebrities, maar heel vaak staat het niet af. Dan is er een heel korte lijn. Dan kan je toch als influencer soms ook misschien wel spijt krijgen. Ja, maar dat wordt heel erg moeilijk. Dat gaan ze niet kunnen doen, natuurlijk. Omdat juridisch hard te gaan maken. Maar mensen gaan misschien toch bij hun terechtkomen met... Maar natuurlijk, er zijn twee zaken. Hè. Als je één ziet
dat er reclame gemaakt wordt en dat dat niet aangegeven wordt, dan kan je natuurlijk één, de influencer zelf via de geëikte kanalen daar attent op maken. Maar je kan ook een klacht indienen daartegen bij twee instanties. Ofwel bij de economische inspectie via een platform van de overheid dat Consumer Connect heet. Mm-hmm. Oftewel kan je stappen naar de jury voor ethische praktijken in zaak reclame, kortweg de JEP. Dus dat zijn twee mogelijkheden. Wat de inspectie betreft zijn er hoge boetes. Die kunnen gaan tot 80.000 euro, zelfs in bepaalde gevallen van kwade trouw nog hoger oplopen, tot 400.000 geloof ik. En er zijn ook al boetes uitgedeeld. Hè. Dus, en dat wordt je beboet, voor alle duidelijkheid, op welk... De influencer zal beboet worden omdat hij reclame gemaakt heeft en dat niet heeft aangegeven. Ja, ja. Dus dat is een eerste aspect. Tweede aspect is natuurlijk, je hebt het product gekocht. Nu, het probleem is dat je dat product niet zal gekocht hebben bij de influencer. Nee. Maar bij een ander bedrijf, dus via een andere website. Mm. En dat je dus eigenlijk tegen de verkoper of eventueel zelfs de fabrikant van het product dan moet gaan handelen. Ja. Nu, wat wij meestal aanraden is van het jezelf niet zo moeilijk te maken als je het product niet goed vindt. Vaak gaat het hier om een, of eigenlijk altijd om een online aankoop. En dan heb je een herroepingsrecht en kan je dus het product binnen de 14 dagen terugsturen. Maar ook daar dient testaankoop voor, hè? Absoluut. Wat het probleem ook is, we kunnen u helpen. Daar zeker. Komt het eigenlijk op neer. Maar op de website staan er, zoals je zegt, ook nog staan een aantal nog tips. Wat tips. Geef ons één kan... tip, een goede tip. Wel, de beste tip is eigenlijk van op zoek te gaan naar wat er juist gemeld wordt en wat er juist bedoeld wordt met hashtag, bijvoorbeeld SP. En ja. ook na te gaan reviews van anderen bijvoorbeeld over dat product. Niet zomaar klikken, dat is eigenlijk de beste tip. Nadenken voor je klikt. Voor je ook al vind je het een hele toffe ook al vind je het influencer. Een hele toffe influencer, inderdaad. Oké, heel goede tip. Anne, merci en tot binnenkort. Heel graag gedaan.